goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb denk ik echt al een dikke week niet gevlogd. Dus ik ben eigenlijk ook wel weer blij om mijn camera even erbij te pakken. Ik heb al best wel een productieve ochtend achter de rug. Ik heb lekker gewandeld een uurtje. Ik ga het niet helemaal afmaken, want het begon echt gewoon te regenen buiten. Dus ik ben heel snel weer even naar binnen gerend. Heb ik daarna even snel mijn administratie gedaan, want dat was echt, echt zwaar nodig. En ik stelde het elke keer uit. Ik heb ontbeten en daarna mezelf even klaargemaakt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ben dus laatst weer naar Dina geweest. Om mijn haar te doen. En we hebben nu dus mijn uitgroei ook mee gepakt. En lichter gemaakt. Want normaal gesproken heb ik een veel donkerder uitgroei. En dan zie je dat hier zeg maar donker is en hier heel licht. Dat het gewoon een mooier geheel wordt. Want ik wil niet twee kleuren in mijn haar. Dus we houden even deze kleur aan. Ik ben echt heel erg happy met het resultaat. Ik was nu van plan om te shooten. Dus ik neem jullie even mee. Dit is trouwens mijn outfit van de day. Even snel filmen. Ik heb een pakje aan van de Zara. En hij is echt heel erg chill. Hier in de garage wel veel donkerder qua licht. Maar ik wil jullie toch even de outfit even goed laten zien. Ik heb dus een pakje aan van de Zara. Ik heb deze schoenen eronder. Zijn Adidas en die heten Oswego's. Die heb ik echt al een tijdje. En deze tas van Prada. Daar passen niet allemaal spullen in. Dus ik heb een andere tas mee. Maar ik wil graag met deze tas even shooten. Dat vind ik gewoon veel mooier. That's it. Also, mijn nieuwe ketting is binnen. Eindelijk. Het heet dus een snake chain. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien zo. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Ik ben echt obsessief met alles wat met slangen te maken heeft. Mijn gordijn is heel lang, maar ik wou natuurlijk wel gold-plated. Kon ik echt nergens vinden met deze dikte. Ze waren allemaal best wel dun en zo. Dus ik heb hem eindelijk gevonden. Hij is vandaag binnengekomen, dus ik heb hem gelijk omgedaan. Oh, ik ben aangekomen op bestemming. Oh ja, ik wou dit nog even vertellen. We hebben vandaag een date night, dus ik dacht ik ga gewoon even lekker vloggen. Je weet wel, tegenwoordig met corona en zo kan je echt niks meer doen. Je kan zelfs niet meer uit eten. En wij gingen echt heel vaak uit eten eigenlijk. Zoals jullie zagen in mijn vlogs. Dus mensen zeiden van, ja, regel jij maar gewoon wat. En dan kom ik vanavond thuis en dan gaan we gewoon weg. Verras me maar even. Maar ja, er valt niet zoveel te verrassen. Dus ik heb even gekeken wat we allemaal konden doen. En ik heb besloten dat we vanavond dus naar de bios gaan. Ik heb een heel leuke film gevonden. Die heet Horizon Line en het verhaal pakte mij. Dus ik dacht, we gaan daar gewoon heen. Maar tegenwoordig mag je dus zelf snacks meenemen naar de bios. Want alle horeca is gesloten, dus bij Pathé dus ook. Ik ben eerlijk gezegd al zo lang weer lekker gezond bezig. Dat ik eigenlijk helemaal niet wil snacken vandaag. Dus ik ga even kijken of het vandaag een uitzondering wordt of niet. Maar ik vind het eigenlijk ook wel weer een beetje zonde. Als je gewoon zelf snacks mee kan nemen, kan je ook wel gewoon gezonde snacks meenemen. Dus ik ga even kijken. Oké, buiten. De shoot is toch niet gelukt? Ik ga even in een garage shooten. Starbucks even snel een koffie halen. Kijk deze setting in. Dat kan lachen als ik er langs rijd. Dat is zo grappig. Zo, ik ben net thuis aan het chillen met mijn mattie. Ik heb toch even besloten om toch voor een snackje te gaan voor vanavond. Ik heb gekozen voor popcorn. 1 zakje per persoon. Deze moet ik zo verstoppen, zodat Nessa niet weet waar we naartoe gaan. Maar ja, ik dacht het is gewoon lekker date night even popcorn eten. Geen probleem, maar we moeten dus nog avond eten. En ik dacht als we toch popcorn gaan eten vanavond, wil ik wel even dat we nu heel erg clean gaan eten. Dus ik ben naar de Appie geweest. En daar heb ik alle ingrediënten gehaald voor een pokeball. En die ga ik zo even maken. Zo heb je nog een beetje balans qua voeding op een dag. Als je gezond bezig bent. Ja hè? Oh. Heb je het geniet? Dat was zo schattig. Ja, dan wil ik nog even zeggen. Deze versie van popcorn is trouwens veel beter. Want hij is licht gezout. En meestal heb je echt heel veel zout in popcorn. Het bevat maar 87 calorieën. Ik ga een pokeball maken. En ik doe erin rode kool, zeewiersalade, sojabonen. En ik doe een slabodem in plaats van rijst. To keep it healthy. Zalm, sesamzaadjes, sojasaus en gebakken uitjes.
En het eindresultaat, het ziet er toch echt heerlijk uit. En zien is thuis, jongen. Mijn haar is helemaal door. Hij doet nog een beetje maai op zijn pokeball. Weet je wat we gaan doen vandaag? Date night, dat weet ik. Maar wat gaan we doen? Ja, dat zeg ik straks. Gaan we eerst eten. Oh, spannend hoor. Spannend hoor. Ik ga alvast vertellen wat we gaan doen. Want anders is het heel moeilijk om te verbergen. Want ik moet dingen meenemen. Oh, wat moet je meenemen dan? Dat laat ik je zien. Wat ik... Ik wil haar... We gaan ergens heen en popcorn meenemen. Ja. Dit is toch zo voor de hand liggen. Maar ze hebben daar toch popcorn? Bij de bios? Ja. Nee, je moest je snacks dus gewoon meenemen. Een coronaproof date, jongens. Je moet zelf je snacks meenemen. Mag ik niet de pokeball meenemen dan? Nee, dat soort dingen mag je niet. Een beetje overdreven. Wat leuk! Ja. Okay. Ik heb wel een film uitgekozen, alleen ja, ik weet natuurlijk niet of jij het leuk vindt, want we hebben nooit dezelfde smaak qua films. Maar dat laat ik je straks wel even zien. Deze meid gaat even 2 wasjes draaien voordat we vertrekken. Want dat is zwaar nodig. Date night! We gaan dus even onderweg bij een tank even stoppen om een colaatje te halen. Zodat het nog een beetje koud blijft, anders heb ik zo'n vieze, warme cola. Nobody wants that! Oké, wij zijn onderweg naar Pathé. Wij gaan naar een film die heet Horizon Line. En het gaat dus over een koppel. Nou ja, het is eigenlijk een koppel die zeg maar een knipperlichtrelatie heeft. Yes. En op het moment dat ze zeg maar in het kleine vliegtuig zitten, dan is het eigenlijk, dan hebben ze eigenlijk geen relatie. Eigenlijk dan zijn het dan een ex van elkaar. En de piloot krijgt dan een hartaanval. Dus ja, vanaf daar wordt het een beetje spannend. Ik laat je zo wel even de trailer zien. Oké, guys, we gaan even de trailer bekijken, want mensen heeft hij nog niet gezien. Can you fly this plane? No. Zo. Dat is wel echt vet mooi, hè? True love. You're one of those left tires to give you? Ik haat die kleine vliegtuigen. Make sure that the horizon stays that way. Ja. I'm gonna turn off the autopilot. Look, Ma. Eel. Net met elkaar te praten en we zeiden van stel je voor we komen met een hele boodschappentas naar Pathé en het bleek dat je gewoon naar niks kunt halen. Jongens, dit mag helemaal niet. Hoor. Oh, staan we elf op paal. Zo, we hebben Sarma meegenomen. Pas weer. Kijk guys, we hadden gelijk. Alles is hier leeg. Ik ga stuk, we hebben net aan een vrouw gevraagd of ze een foto van ons kon maken. En toen gingen we op deze trap hier zo zitten. Hier. Zo op zo'n trapje zitten om een foto te maken. Zo abnormaal spannend. Oh guys, het is een beetje donker, soort door de belichting. Maar wij zijn dus naar de film geweest. Het was echt fucking spannend. Alleen ik vond de einde echt een beetje, ik denk van, huh, ik had heel wat anders verwacht gewoon. Maar wat zou jij bijvoorbeeld doen, zoals bij de film, als je zeg maar echt op een onbewoond eiland terecht komt met je ex? Maar op de manier hoe zij op die eiland terecht zijn gekomen, ja, zou ik mijn leven haten. Natuurlijk, ik zou mijn leven echt, echt gewoon haten. Maar ook gewoon met het idee dat je daar eigenlijk totaal niet kan overleven. Wat dan moet je eigenlijk doen na een paar dagen daar? Ken je die ene film van die man die op die eiland terechtkomt? Hij maakt zo ballen en zo van die volleybal. Maakt hij een persoon, hij wordt helemaal gek. Ja. Die bekende acteur. Ja. Zeg maar, als ik zo op zo'n eiland zou komen, ik zou zeg maar survival. Je weet toch, ik zou eten zoeken. Ja, het ligt er wel echt aan op wat voor eiland je gewoon daar terechtkomt. Want ja, op de ene eiland kun je wel wat meer dan de ander. Ja, je moet echt zo'n expeditie rond zo'n eiland hebben met kokosnoot en banaan. Ja. Dan kun je wel survival. Maar ik moet je eerlijk zeggen, op die manier zeg maar, in de film is gegaan, wij zouden het nooit overleven. Die vrouw was echt een soort van Wonder Woman. Zij kon echt letterlijk alles. Die man ook. Maar ik mocht wel dat ik nu op een eiland zat. Deze corona in Nederland. Het was wel een heel spannende film. Ik dacht wel echt heel
gedacht had van, wat gaat er nu gebeuren gewoon? En dat was gewoon ik dacht elke keer van, wat gaat er nou weer mis? Ja, want er ging de hele tijd zoveel mis. En dan krijg je soms ook zo'n stress van, ken je dat als je naar films kijkt? En dan gaan alleen maar dingen mis. Dus dan ga je, krijg je echt zo'n kriebels van. Ik was aan het editen en ik heb mijn vlog weer niet afgesloten. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en onze date night. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doeg!